300 pagina's met WhatsApp berichten, waarvan veruit het grootste deel foto's en teksten bevat met seksueel getint en eenzijdig zeer expliciet materiaal. Dat staat in de uitspraak van een externe deskundige die door Ajax werd gevraagd de zaak Overmars te onderzoeken. Een vrouwelijke collega deed melding van jarenlang grensoverschrijdend gedrag. In de uitspraak staat dat het gedrag een periode van ruim 3,5 jaar beslaat en grote impact op de meldser heeft gehad. Overmars erkende in het onderzoek dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar verklaarde dat er sprake zou zijn van wederkerigheid en vrijwilligheid. De deskundige spreekt dit tegen, omdat de melzer er met een vertrouwenspersoon over heeft gepraat en daarnaast aan de bel trok bij een collega. Overmars heeft zich volgens de deskundigen langdurig schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en meerdere keren in strijd gehandeld met het reglement. Blijkt onder meer uit de 75 ZIP-bestanden die de Meltzer heeft aangeleverd. Overmars is nu een jaar lang geschorst bij de KNVB en daaraan verbonden organisaties. Mark Overmars vertrok februari vorig jaar bij Ajax en ging later aan de slag in Antwerpen. De schorsing heeft geen gevolgen voor die baan in België.